Ja, het is niks aan de hand verder. Nee. De rest is alles in orde. No. Jako is sponsor van Monuta geworden. Nee, klootzak jij, joh. Wat heb ik daar dan mee te maken? Ja, 100%. Lijn 11, zeg ik? Lijn 11. Wat? Jako kostuumpje mag toch wel, of niet? Ja, maar, Jan, je kan zo achter, in een bus zitten, lijn 11, weet je wel. Dat... Maar dan ga ik in lijn 12 zitten. Ja? Nee, maar Jan, wat is dit voor overgang? Mis mee. Nee, de laatste uitzending. En ik moet maar een beetje met Johan Stroppion. Daar word ik wel doodziek van, moet ik zeggen. Ja, maar Jan, dit ben je toch helemaal niet? Hè? Dit ben je toch helemaal niet? Dat ben ik wel, jongen. Nee, hou op. Het lijkt alsof je naar een begrafenis gaat, man. Kom op. Ja, een lekker mannetje staan. Ik zeg niks. Dus ik had een zaakje met begrafenis, man. Het is een kostuumpie. Elke week komt naar een kostuumpie. Echt waar? 100%. Dus we hebben nou die gozer, hoe heet die, Hans Krijn, met zijn, wat heeft hij, Only for Men of zo, waar die steeds nu overal. En nu heb jij ook Jako pakken nu. Jako en DLM pakjes. Allemaal direct. Goede merkjes. Joh. Heeft Jako ook van die joggingpakken? Ook. Moet ik er een meenemen voor je? Ja. Joggingpakken? Maar dan in dat gif groen waar jij... Wat voor maat heb jij? Zelfde maat als jij. Nee, maar in zo'n gifgroen kleur. Ja, jij hebt wel eens zo'n trui ervan aan. Ja. Nee, maar je hebt dus een Jako-pak aan. Want sommige mensen denken dat je een Joker-pak aan hebt, maar dat is dus niet zo. Het is dus echt een Jako-pak. Nou moet je daarmee stoppen. Ik heb het al een keer tegen gezegd. Ik zag het voorbij komen laatst een keer. Ik weet niet of je het ook gezien hebt, die foto. Maar kijk, hier staat niet Jako, maar Joker staat er dan. Dus in dat opzicht kan het natuurlijk meespelen. Joker. Ja. We zijn